Hartelijk welkom bij het muziekuurtje voor april. Daarin besteden we aandacht aan de ontwikkeling van de apostolische muziekcultuur in de achterliggende 100 jaar. In die tijd hebben gemeenschappen steeds een belangrijke rol gespeeld. We laten horen hoe in liedteksten die rol wordt verwoord. En tussen beide wereldoorlogen werd de gemeenschap bezongen als Gods huis, als toevluchtsoord waar je kon ontkomen aan de pijn en de leed van het wereld. U hoort naar huis, gij Bethanië, en zijt ge door de levensstormen moe en mat.
dat laatste lied wordt nu nog gezongen. Ook de volgende liederen werden tot in deze eeuw gezongen, vaak met aangepaste tekst. Waar kan ik immer rusten vinden? Een heerlijk rustoord kennen wij en o zalig huis waar gij kunt binnentreden. In deze liederen wordt de rust en vrede bezongen die je in de gemeenschap kan krijgen. Thank you.
Ook na de Tweede Wereldoorlog werden liederen aan de gemeenschap gewijd, waarbij het duidelijk om de diensten ging. Over de vele andere gemeenschapsactiviteiten werd nauwelijks gezongen. Nieuwe thema's waren hoger bewustzijn en de taak in de wereld. Thank you.
Het mannenkoor zong niet direct over de gemeenschap, wel over het woord dat daar werd gesproken en wat dat teweegbracht. U hoort knielen, vruchtbare grond voor uw gedachten, en Christus kwam in. Thank you.
In deze eeuw komen de oude thema's nog voor. En daarbij wordt de apostel niet meer genoemd. Daarnaast is er aandacht voor de functie van de gemeenschap. Wederzijdse aanvulling, gezamenlijke beleving en retrospectie. Thank you.
De volgende twee kinderkoorliederen hebben met de gemeenschap te maken. Als ik de tijd eens even neem voor het bekijken van het embleem, zie ik de wereld en een fakkel en twee handen. Ik zie de zijn er vele en de grote werelddelen. Ik herken de omtrek van diverse landen. Die fakkel geeft een helder licht, symbool van liefde en van zicht. Ik vind het prachtig. Het is heel erg knap gevonden. Die fakkel wordt ook doorgegeven aan een volgend jonger leven. Zo zijn oud en jong steeds met elkaar verbonden. Een liedje van de kring, dat zou een liedje kunnen zijn. Van praten, spelen, knutselen, van samen is het fijn. Een liedje dat ik bij en vrolijk van de daken zing. Na 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 na. Een liedje van de kring. De kring, de kring, dat is waarvan ik zing. De kring, dat is een super ding. Een liedje van de kring, dat zou een liedje kunnen zijn. Van liefde, vrede en respect, van vrienden die er zijn. Ik stilletjes wel eens van binnen zing. Een liedje van de kring. De kring, dat is waarvan ik zing. De kring, dat is een super ding. Een liedje van de kring, dat zou een liedje kunnen zijn. Van hele gekke dingen doen, van echt jezelf zijn. Een liedje dat ik soms haast van het lachen niet meer zing. Een liedje van de kring. De kring, de kring, dat is waarvan ik zing. De kring, dat is een super ding. We komen aan het einde van het Dit Muziekuurtje. De tekst was van Rob Tijdeman, de video's van Rob Buitenkamp, Klaus de Bes zorgde voor de techniek en Kees van Strien presenteerde het. We sluiten af met het jeugdkoor dat even in de luwte wil schuilen.